techniek. We zijn weer online. We beginnen met de debatpunten tussen de raads- en steunfractieleden. En ik wil even beginnen met het punt wat door de heer Eibaert net aangekaart is. Voordelen, samenwerking tussen bibliotheek, Volksuniversiteit en speeldoos. En aan u het woord, meneer Eibaert. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is de afgelopen tijd veel over kosten gegaan en alternatieve locaties. Maar in de basis is dit punt ooit begonnen over, zien we nou de voordelen van die samenwerking tussen de bibliotheek en de speeldoos? En die zitten wat ons betreft, want wij zien die voordelen, zagen wij en die zien wij nog steeds. Niet alleen aan de kant van de synergie tussen eventueel medewerkers en het gebruik van ruimtes en het besparen op de kosten. Maar zien wij die ook met name aan de kant van de programmatische samenwerking. Als je kijkt naar de mogelijkheden die er liggen voor bijvoorbeeld tijdens de kinderboekenweek. Activiteiten in de bibliotheek en in het theater. Maar ook in de nieuwe rol van de bibliotheek bij taalonderwijs in samenspraak met bijvoorbeeld de Volksuniversiteit. En ik ben benieuwd of andere raadsfracties dat ook zo zien. Meneer Van der Meij, VVD. Ik ben het helemaal met de heer Eibaert eens. Ook ik heb gesprekken gevoerd onder andere met de speeldoos. En goed geluisterd naar de presentaties van de beide directeuren. Eigenlijk zoekt de speeldoos, maar ook de bibliotheek, en dat hebben ze in 2015 ook al bedacht, hoe kunnen wij de nieuwe tijd zo goed mogelijk in de behoeften voorzien van de bevolking van Baren. En ik denk ook dat de bibliotheek voorbeelden heeft genoemd, en ik ben in de landen ook waar de bibliotheken wezen kijken, waar een bibliotheek een andere kant op gaat als alleen maar boeken uitlenen, dat deze nieuwe locatie een groei, zeker een gezonde exploitatie voor de bibliotheek gaat geven. En automatisch zal die synergie, die de beide heren hier onderbouwd hebben volgens mij, daar een bijdrage. Dus een verbetering van de exploitatie, maar dat is een gevolg. Ik denk dat de behoefte om een mooier en een beter product te maken, dat dat het belangrijkste item is geweest voor beide heren of beide instellingen. Dank u wel, meneer Van der Meij. De heer Koudstaal. Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik begrijp de inbreng van deze punten niet in het debat. Want dit zijn overwegingen die destijds in 2017 overwegingen zijn geweest om juist te besluiten tot samenvoeging van beide instellingen. Dus misschien kan de heer Eibaert nog eens duidelijk maken waarom hij dit nu opnieuw in debat brengt. Nou, kijk, meneer Eibaert de handschoen oppakt. Nou ja, dat wil ik wel, voorzitter. Volgens mij draait het hier in essentie om en is de vraag hier vanavond, los van alle kosten waar we het over gehad hebben, staan wij nog steeds achter dit uitgangspunt wat wij ooit gekozen hebben? En dat kan dan weer input zijn voor alle andere punten die wij hier vanavond in debat met elkaar bespreken. Meneer Jonkers, D66. Ja, dan ben ik het wel, voorzitter, met de heer Koudstaal eens. Want als we nou met z'n allen zeggen dat we dat niet meer vinden, gaan we het dan helemaal opnieuw doen? Ja, dat zijn redelijk retorische vragen. Maar misschien dat we dit kunnen onderbouwen, dat we dit kunnen koppelen aan het punt wat door Voor Baren net ingebracht is. En die wil het namelijk hebben over de algemene onderbouwing van dit verhaal. Meneer Schouten. Dank u wel, voorzitter. In het beheer- en exploitatieplan staat heel veel tekst. Maar ook veel van deze tekst zijn aannames. Dit komt wel vaker voor bij een exploitatieplan, dus dat is op zich niet raar. Maar weinig concrete voorbeelden en soms zelfs magere inschattingen. Er wordt bijvoorbeeld ingezet op de zakelijke markt. Een simpel rondje langs een aantal grote eventbureaus geeft aan dat de zakelijke bijeenkomsten tegenwoordig anders in elkaar steken. Een van de grootste trends is dat de zakelijke markt op zoek is naar festivalachtige omgevingen of naar beleving op een moderne manier. Per definitie niet in een theaterzaal. Natuurlijk is daar nog steeds markt voor. Maar die markt wordt mede ook nu ingevuld door Paleis Soestdijk, die ook plannen hiervoor hebben. Maar om nou een groot deel van de exploitatie hiervan af te laten hangen. Waar het ons om gaat, is dat ook bijvoorbeeld als voorbeeld stellende
De bezettingsgraad was in 2017-2018 69,8%. In 2015-16 was dat 50%, dus een mooie stijging. Maar het geeft ook aan dat het getal fluctueert en geen garantie is voor de toekomst. Daarnaast is ook het verlies toegenomen in dezelfde periodes. Conclusie zou dus kunnen zijn dat bezettingsgraad niet of nauwelijks effect heeft op winst-verliesrekening. En ik ben benieuwd dat als wij dit zo allemaal lezen, ja, dan zien wij hem gewoon heel mager. Hoe goed wij ook de samengang vinden dat ze elkaar hebben opgezocht om te kijken, kunnen we elkaar versterken? Want laat dat even ook duidelijk zijn. Dank u wel. En u wilt een reactie op uw betoog. En ik zag de heer Van der Meij al gretig reageren. Gaat uw gang. Ja, ik vind het een hele mooie logica dat als je omzet stijgt, dus je bezettingsgraad neemt toe, dat dit misschien een toevalstreffer is omdat het een paar jaar terug wat lager is geweest. Dan doe je de mensen die zich inspannen om die bezettingsgraad omhoog te brengen tekort. Ik zeg ook niet tegen winkeliers, uw omzet gaat naar beneden en waarschijnlijk als u één goede zomer hebt gehad, dan zal het niet zo blijven, want het zal heel zwaar fluctueren. Dat is in de business. Soms gaat het wat beter en soms gaat het wat minder. Maar ik ben heel blij om te zien dat de speeldoos in ieder geval staat is gebleken over de afgelopen jaren om een stijging van hun bezettingsgraad te krijgen. En daar mogen we alleen maar trots op zijn. Een stadse voorziening in Baren met een stijging van zijn bezettingsgraad in het theater, dat is bijzonder. En dat moeten we juist prijzen en daar mogen we best trots op zijn. En ja, onze fractie heeft er geen enkele behoefte om daar negatief over na te denken. Wij zijn ervan overtuigd. En dat is ook in de reden dat we in 2017 volmondig voorgestemd hebben voor deze samenwerking. Omdat we denken dat daardoor die bezetting van het gebouw in ieder geval nog beter zal worden. Anderen die op dit punt willen reageren. Meneer Eibaard, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, als je gaat vragen aan eventbureaus die grote evenementen organiseren of het speeldoos geschikt is, dan denk ik wel dat ze gaan antwoorden dat dat niet zo is. Ik denk namelijk dat je een festival ook niet kan vergelijken en dat dat niet reëel is dat het in de speeldoos georganiseerd wordt. Maar ik denk wel dat er een markt is voor bedrijven die met een bedrijf bij elkaar willen komen, een soort keynote speech willen doen en dan uiteengaan in kleinere zalen. Ik denk dat het juist daarvoor heel prima geschikt is en dat ze zich op die markt richten en niet op de markt van de grote events of weet ik veel wat. Geen andere reacties? Meneer Schouten? Ja, even reagerend op zowel de heer Van der Meij als de heer Eibaard. Ik heb ook aangegeven dat het een mooie plus is, die 69,8%. Ik bedoel, ik beweer niks anders dan wat u net beweert. U had er alleen wat meer woorden voor nodig. De heer Eibaard refereert aan een stukje van de zakelijke markt. Maar vorige week heb ik toch echt horen, we gaan de zakelijke markt aanboren. Dus daar zit natuurlijk wel een verschil in. Er is inderdaad een markt voor, geven we ook aan. Maar die markt is wel dalende. Oké, dank u wel. Even een heel ander punt. Aanjaagfunctie bij de winkeliers. Dat is de tekst die de heer Eibaard, Partij van de Arbeid, gebruikt. Wilt u dat even toelichten? Ja, voorzitter. Ja, dank u wel. Ja, ik denk dat met de inspraak van mevrouw Hoekveld net ook wel een beetje een dilemma duidelijk wordt. Want we spreken hier vanavond over organisaties die vanuit zichzelf gekomen zijn om over een samenvoeging te praten. Daar heel veel tijd de afgelopen tijd in hebben gestoken. En eigenlijk wordt nu gevraagd door de winkeliers van zet al dat goede werk maar heel even aan de kant. En wij willen er graag ook over meepraten. En eigenlijk wel op een heel erg laat moment. En waarbij ik denk op dit moment dat als je gaat kijken naar de aanjaagfunctie van het centrum, en dat is in ieder geval ons idee, er vanuit de gemeente al veel gebeurd is, maar waarvan ik zou zeggen, voor een levendig centrum ligt nu eerst de bal bij de winkeliers om daar zelf ook gewoon actie in te ondernemen. En ik ben benieuwd hoe mijn andere raadsfractiegenoten dat zien. Meneer Van Wijk, CDA. Dank u wel. Ik denk dat inderdaad in het plan voor de Hoofdstraat 1 dat de winkeliers daar een heel mooi initiatief kunnen nemen om daar concrete voorstellen voor te doen, om die op het in concept aanwezige voorstel daarin aan te vullen. Mevrouw Van Otten, GroenLinks. Dank u, voorzitter. Ik denk dat het centrum, waar dat voorheen een winkelgebied was, het nu een plek is waar veel meer functies bij elkaar komen. En
dat vraagt dus ook om een andere aanpak, een andere benadering om te zorgen dat je daar reuring houdt. En de winkels, de tijden veranderen, dus winkels, dat neemt helaas af. Maar dan moeten andere activiteiten voor in de plaats komen. En daarom hebben we dus ook die binding nodig met allerlei voorzieningen, culturele voorzieningen, recreatieve voorzieningen, al dat soort zaken, meer dienstverlening, om toch dat centrum als centrale plek in het dorp te houden. Anderen die hierop willen reageren? Ik zie meneer Schouten twijfelen, maar... Ja, hij is eruit. Schouten, was ik wel. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil natuurlijk even reageren op de heer Eibaard. En ik denk dat hij daar een punt heeft. Want ook de winkeliers hebben altijd een eigen verantwoordelijkheid om het centrum levendig te houden. Daarbij genomen is het natuurlijk wel zo dat je als gemeente de verantwoordelijkheid hebt om het centrum zo levendig mogelijk te kunnen blijven. Maar daar hebben we vanavond al het een en ander over gehoord. Daarna even reageren op de heer Van Wijk. Die geeft aan van de late centrumwinkeliers met voorstellen voor Hoofdstraat 1 komen. De invulling ervan, nou, daar ben ik dan niet zo voorstander van. Want ik denk dat we vooral moeten kijken van wat er past en wenselijk is. Maar dat terzijde. Dank u wel. Reactie van de heer Eibaard, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik snap het punt, de inbreng van de heer Van Wijk wel. En niet dat de winkeliers nou moeten beslissen of het centrum moet beslissen wat erin moet komen. Maar ik denk wel dat het goed is om daarover mee te denken. In ieder geval het hiaat wat er lijkt ontstaan te zijn, dat de stuurgroep niet aangesloten is, hier wel een punt is om daar goed over mee te denken. Ik zou het ook nog even aan mevrouw Van Otter willen vragen, want die zegt hier nog allerlei dingen over van hoe zij het centrum voor zich ziet. We hebben in 2016 en 2017 en 2018 gesproken over het centrum en ook over de speeldoos. En daar is dit voor de GroenLinks nooit aan de orde gekomen. Dus ben ik even benieuwd waar nu hier de verandering vandaan komt. Mevrouw Van Otter, GroenLinks. Ja, dank u wel. Ja, volgens mij is het amendement waar we eerder vanavond over spraken precies ook bedoeld geweest om die verbinding te maken tussen de verschillende partijen die het centrum levendig kunnen houden. En daar stond er heel nadrukkelijk in dat ook naast de winkeliers ook andere partijen betrokken moesten worden. Dus de culturele sector en de welzijnssector zijn daar expliciet genoemd. Dus dat we daar niet eerder over gesproken hebben, dat zie ik niet zo. Dank u wel. Kunnen we dit punt hierbij houden? Ik zie geen andere handen of vragen om aandacht. Dan denk ik dat we toch even naar voorbaren gaan weer. U heeft net financiële onderbouwing een aantal vragen aan de wethouder gesteld. Maar u wil ook een aantal zaken met betrekking tot financiële onderbouwing aan de collega-raadsleden voorleggen. Meneer Schouten. Ja, omdat ik eigenlijk, zijn wij als fractie van voorbaren benieuwd naar misschien wel iets wat wij niet zien en blijkbaar de andere fracties wel. Maar als wij even concluderen, dan zien wij een magere winst voor de speeldoos. En voor de bibliotheek en de Volksuniversiteit wordt zelfs geen kostenbesparing verwacht. En dit alles is gebaseerd op veel aannames en onzekere factoren. Ik noem eventjes het bedrag wat heen en weer geschoven wordt binnen Bibliotheek Eemland. En dat zit vaak in de overhead. En dat zie je de ene het jaar zie je een percentage van X hebben en het jaar erop Y. En elke keer komt het verhaal op nul. Dus dat zijn van die dingen. En ook heel simpel gezegd, we investeren €950.000 in duurzaamheidsmaatregelen. En per saldo nemen de energiekosten met 100% toe. En dan gaan wij toch twijfelen van ja, hoe zit dat dan? En zo zijn er nog wat. Hè, de kosten voor de voetgangerstoegang naar het parkeerterrein waar vorige week aan gerefereerd is, onder andere door de architect. Dus die onderbouwing zien wij gewoon niet. En we zien hem gewoon, hij is in ieder geval veel te mager. En daarmee heel veel onzekere kosten. En dus ja, daar worden we niet enthousiast van. Meneer Van der Meij, VVD. Ja, dat bekruipt mij een beetje de vraag. Gelooft u eigenlijk al voor een theater in Baren? Maar dat is weer even een ander onderwerp. Ik wou even bij het punt blijven wat door de heer Schouten voor werd gebracht. Het bekruipt me wel een beetje, hoor. Van, laten we vooral zo negatief mogelijk zijn om even weer door te gaan op uw tweede van de energie die
dan hoger ingeschat wordt. Het gebouw wordt ook groter als het huidige gebouw. Maar dat zijn behoorlijke technische vragen, dus moet je dan aan rekenen. Dus dat vind ik eigenlijk niet zo op deze plaats passen. Het lijkt erop of er gezocht wordt naar iets dat we het helemaal niet doen, of laat het maar doodbloeden. Zo komt het een beetje op mij over, maar misschien heb ik het verkeerd. Maar dat hoor ik graag dan. Dat u volmondig een voorstander bent van een speeldoos, een bibliotheek, en dat die voorziening in Baren ook echt thuis hoort. Dat willen we graag horen. Goed, meneer Schouten gaf net aan, wij hebben onze bedenkingen bij de financiële onderbouwing. Deelt u die bedenkingen? Volgens mij was dat in de essentie de vraag. Meneer Jonkers, u wilt daarop reageren? Gaat u gang. Ja, voorzitter. Ik denk dat de heer Van der Meij gelijk heeft dat technische vraag stellen. Had u, meneer Schouten had ze dan eerder moeten stellen. En er werd ook gezegd van het lijkt wel alsof de andere fracties dat niet zien. Maar volgens mij heeft mevrouw Hogebeerk daar heel duidelijk ook vragen over gesteld. De vorige vergadering. Ja, dan kunnen we een hele technische discussie over wat technische vragen zijn. Maar nogmaals, volgens mij was in de essentie was de vraag, deelt u onze zorgen hierover? Zonder dat het gaat over getallen of wat dan ook. Meneer Eibaard, u wilt erop reageren? Ja, ik wil er wel op reageren, voorzitter. Ik wilde ook eerst een grap maken, meneer Schouten, dat is een technische vraag. Ik kom er schriftelijk op terug, maar dat doe ik niet. Volgens mij is het vooral, gaat het hier niet zozeer om de financiële onderbouwing, maar wat had je verwacht van de rekensom? En welke verwachtingen heb je bij de rekensom? En als ik naar de heer Schouten kijk, had hij verwacht dat de rekensom veel positiever of negatiever, hè, het is maar net even hoe je de kosten ziet, verwacht. En zie je maar een opbrengst van 15.000 euro. Onze verwachting is dat doordat deze twee instellingen samengaan en zoveel voordelen zien, dat die kosten op de lange termijn niet veel verder doorstijgen als dat die twee afzonderlijke organisaties nu samen doen. Dus die rekensom die u maakt, die kan je niet maken alleen op dit voorstel. Die moet je ook doen op basis van de toekomstige ontwikkelingen die er zitten in het samengaan van die twee voorzieningen. En dan kom ik weer terug bij mijn eerste debatpunt en waarom dat nou zo essentieel is. Het gaat hier over, hebben we er vertrouwen in dat het samengaan van de bibliotheek en de speeldoos op lange termijn een voordeel heeft voor onze gemeente. En daarvan zeggen wij positief tegenover, voorzitter. Dank u wel. Een reactie door de heer Koudstaal van de BOP. Ja, dank u om daar even op aan te sluiten. Wij hebben dat vertrouwen ook, want anders zouden wij geen fiat geven aan dit voorstel. En natuurlijk hebben wij ook de zorgen die de fractie van Voor Baren deelt over de financiële begroting, haalbaarheid, eventueel overschrijdingen. Die zorgen hebben we ook duidelijk uitgesproken vorige week. We hebben dat nog eens schriftelijk voorgelegd aan het college. En als het college dan zegt van, u hoeft zich eigenlijk geen zorgen te maken, ja, wie ben ik dan om tegen het college te zeggen, nou, u zegt dat wel, maar ik geloof u niet. Ik bedoel, er zijn een heleboel, nou ja, laat ik daar verder niet over uitweiden. Maar in dit geval zeg ik van, het college krijgt van mij niet eens het voordeel van de twijfel. Ik heb een vraag gesteld, het college heeft mij geïnformeerd. En als later blijkt dat op basis van bewijs, om het zo maar even te zeggen, dat ik verkeerd ben geïnformeerd door het college, ja, dan heeft het college een probleem. Maar vooralsnog even niet. Tot zover, dank u. Dank u wel. Iemand anders nog, of meneer Schouten zelf over dit punt? Meneer Schouten van Voor Baren. Nou ja, ik wil graag reageren. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een aantal voorbeelden genoemd, dus dat is helemaal niks technisch aan, maar het is altijd wel makkelijk om een voorbeeld te noemen. Even antwoordend op de heer Van der Meij. Ja, wij zouden ook graag en nog steeds en in de toekomst een theater willen hebben. Alleen dan ook echt in de verre toekomst. En als ik de meerjarenbegroting lees, dan zie ik daar gewoon een aantal vraagtekens staan en ontstaan. Voor ons. Dat is alles wat het is. En ik denk dat het raadsvoorstel misschien wel een andere kant op had kunnen gaan. Van het samengaan is puur op de synergie. Maar ga niet kijken van het zou op termijn ook nog weer geld gaan kosten. Want de subsidies blijven gelijk. De kosten stijgen, de meerjarenbegroting zit hier in die zin, is die gewoon mager. En daar zit een groot component in van Bibliotheek Eemland. En dan bedoel ik dus de overkoepelende organisatie. En daar maken wij ons zorgen over. En wij maken ons daar misschien wat meer zorgen over als de anderen. En dat kan en dat mag. Dank u wel. Reactie van de heer Van der Meij, VVD. Ja, u geeft precies de uitleg waarom wij gekozen hebben in 2017 voor de huidige plek. Zorgen dat de kapitaallasten zo laag mogelijk zijn, zodat de garantie van de toekomst zo goed mogelijk verzekerd is. Dat is ook waarom we zo duidelijk toen gekozen hebben. Dank u voor uw uitleg. Dank u wel. Ik wil even naar een volgend debatpunt, ook door Voor Baren ingebracht, domino-effect. Dat behoeft wel enige toelichting.
Meneer Schouten. Dank u wel. Ik moest even de volgorde eventjes helder hebben hier. Ja, domino-effect, en daar is al iets over gezegd, maar wat ons betreft nog niet voldoende. Het voorliggende voorstel is op dit moment op zichzelf, maar natuurlijk onlosmakelijk verbonden aan een aantal andere zaken. Het pand in de Hoofdstraat, hier al aan gerefereerd, welke aangepast moet worden. Het poorthuis, wat voor de korte termijn aangepast moet worden. Er is overleg geweest met gebruikers, maar nog niks definitief. Waarbij sommigen in grote onzekerheid verkeren. Dat gezegd hebbende, het kostenplaatje van dit alles wordt nu snel 3,7 miljoen geroepen. Maar als wij alles bij elkaar gaan optellen, gaan we richting de 6 miljoen. Daarbij zijn de kosten van bijvoorbeeld verhuizing van Pit Baren, die dus gaat verhuizen eventueel naar de Hoofdstraat, en RTV Baren, die dus ook gaat verhuizen naar de Hoofdstraat eventueel, wat nog niet zeker is, niet in meegenomen. En voor de zuiverheid en de transparantie is het wat ons betreft wel wenselijk om dit te vernoemen. Want het kostenplaatje gaat verder als alleen maar dit voorstel. En dat bedoelen wij met het domino-effect. Een van de raads- of steunfractieleden die daarop wil reageren. Meneer Van der Meij, VVD. Meneer Schout, u heeft helemaal gelijk wat het domino-effect betreft. Alleen op het moment dat die domino-stenen worden ingevuld, komt er ook op een gegeven moment een opbrengstekant. Want over het algemeen wordt het domino in werking gezet. De speeldoos gaat naar een bepaalde plaats als wij dat besluiten. Vervolgens komt het gebouw leeg. Vervolgens ga je het gebouw weer vullen. Daar investeer je aan. Vervolgens komt er weer een terrein leeg. En dan gaan we weer bouwen. En dan komen we weer opbrengsten uit. Ja, dat is de domino-steen. Het is eigenlijk exact hetzelfde als wat we bij de scholen gedaan hebben. Niet anders. Baren is gewoon erg slim met zijn investeringen. Ik ben gewoon blij dat ik en trots dat ik in Baren mag wonen. Dank u wel, meneer Van der Meij. Ik geef het woord aan de heer Jonkers, D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk niet dat er sprake is van een domino-effect. Ik denk dat er sprake is van een drietrapsraket. Die gaat namelijk omhoog en een domino-effect, dan valt het in elkaar. Daar zit wat mij betreft een verschil. En verder zit ik een beetje, ik weet niet zo goed wat ik nu moet reageren op de inbreng. Want ik hoor niet een vraag of een discussiepunt verder over. Dat is aan u zelf hoe u die opmerking wilt opvatten en of u wilt reageren. Iemand anders die op dit punt wil reageren? Aarzeling bij mevrouw Van Otten. Ik reageer dan zelf maar op de mensen die duidelijk het woord willen. Dan gaan we naar het punt alternatieven. Vraag van de heer Schouten. Ja, als u veel vragen stelt, dan krijgt u veel het woord. Gaat uw gang. Prima, voorzitter. Daarvoor hebben we ons ook gesteld. De alternatieven. En ik denk dat dit nog wel een debatje gaat opleveren. Naar onze mening zijn die er. En ze zijn nog realiseerbaar ook naar onze mening. Het vergt misschien enige creativiteit, maar het kan. Is dat per definitie nieuwbouw? Nee. Ook andere mogelijkheden zijn er. Wat ons verbaast is dat er nergens iets over te vinden is dat dit onderzocht is. Er staat een kleine summiere 4 zinnen in het haalbaarheidsonderzoek van 2016. Ja, een paar zinnen over nieuwbouw. Verder niets. En met wat lef en visie kan je misschien meerdere organisaties samenvoegen en zo meer winst creëren. Maar die of een visie zien wij hierin niet terug. En ik ben benieuwd hoe de andere fracties hier tegenover staan. Mevrouw Van Otten, GroenLinks. Ja, dank u, voorzitter. Want voor mij sluit het juist heel erg aan bij wat er zojuist gezegd is over dat domino-effect. Want de alternatieven gaat daar volgens mij ook over. Er is weinig gekeken naar welke alternatieven er zijn. Er is ook weinig gekeken naar de heer Van der Meij gaf aan, ja, we verplaatsen iets en dan komt er iets leeg en dan komt er weer iets anders. Maar die hele doorrekening, om dat helemaal het complete plaatje te krijgen, daar heb ik ook niet een heel helder beeld bij. Omdat een aantal berekeningen zijn heel nauwkeurig gemaakt, of heel gedetailleerd. Andere zijn heel globaal gemaakt. Dus het totale plaatje is onduidelijk. En als je het hebt over alternatieven, dan zou dat ook daar zijn ook alleen globale berekeningen van gemaakt en niet gedetailleerd. Dus dan denk ik dat daar nog wel een slag te slaan is. Andere fracties die hierop willen reageren? Meneer Van der Meij, VVD. Ja, het is een aaneenschakeling van vaagheden. Wij hebben als raad een keus gemaakt. We gaan investeren. We weten wat het kost.
Het college heeft een monstertaak verricht door alles te dekken in de huidige begroting. En voor een gedeelte een injectie te doen vanuit de algemene middelen. En dat is het startpunt. Daarna gaat het vliegwiel werken. Het is geen groot melograan project waar alles aan elkaar gekoppeld zit. Nee, we gaan eerst heel duidelijk één ding doen. Dan doen we stap 2, zodat we het als raad goed kunnen volgen. En dat we heel goed naar de bevolking kunnen luisteren en naar de groepen die belang hebben om in zo'n verzamelgebouw te komen. Dat stap voor stap. En wij als fractie hebben daar erg veel vertrouwen in. Dus vandaar dat wij ook volmondig voor deze keuze hebben gevraagd. Dank u wel. Andere fracties die nog willen reageren? Meneer Eibaard, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb maar in mijn openingsbetoog ook al wat over gezegd. De een heeft het over visie, anders kijken. Ik denk dat het huidige voorstel heel erg getuigt van realisme en realiteitszin. Natuurlijk kun je nadenken over andere oplossingen. En zijn die er ook? Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat je naar andere plekken kan kijken in Baren en dat daar ook allerlei kostenplaatjes bij horen. En die kan je op zijn merites beoordelen. Alleen je moet daarbij ook kijken, en dat is wat ik ook in mijn betoog heb proberen aan te geven, naar de toekomst. Naar welke ontwikkelingen horen erbij, welke kosten horen erbij. En er horen gewoon veel hogere kosten bij dan wat we nu uit gaan geven. En dan moet je ook reëel zijn. We hebben gisteren gezien dat Brexit voorlopig nog even niet goed geregeld wordt. Dat levert op termijn grote druk op onze economie. Daar kunnen we met z'n allen niet omheen. We kunnen met elkaar de volgende crisis aanzien komen en dan moeten we weer gaan bezuinigen op onze kosten. Het eerste wat we dan niet kunnen doen is bezuinigen op een heel duur theater wat we dan gebouwd hebben. Dus dan moeten we gaan bezuinigen op onze voorzieningen. Want dat is eigenlijk de enige plek waar we dan nog ruimte in de begroting hebben. En dan moeten we hier ook reëel met elkaar zijn. In ieder geval zijn wij dat. Wij willen niet het risico lopen door een heel groot megalomaan theater te bouwen, dat we zometeen en de trits niet meer kunnen bekostigen en de bibliotheek niet meer kunnen bekostigen en de sportparken niet meer kunnen bekostigen en dat we dan allerlei voorzieningen moeten afstoten omdat we eerder een keertje een leuk idee gehad hebben. Mevrouw Van Otten, GroenLinks. Nou, de heer Eibaert die begint over een ik kan het woord niet eens uitspreken. Megalomaan. Megalomaal theater. Volgens mij hebben we het daar niet over. We hebben het erover om te kijken, zijn er alternatieven die meer, hoe zeg je dat, die niet alleen maar gaan over de speeldoos in de bibliotheek redden, maar die gaan over wat is het beste voor ons dorp en hoe kunnen we nog meer belangen daarmee dienen. Reactie van de heer Eibaert. Ja, voorzitter, ik wil benadrukken dat het huidige voorstel ook gaat over hoe kunnen we de belangen van ons dorp op een juiste manier dienen. En als je het hebt over die alternatieven die de tegenstanders dan maar blijven roepen, er zijn alternatieven. Heb ik twee alternatieven gehoord. De ene is een megalomaan theater. Sorry voor het moeilijke woord, ik heb hem geleend van mijn buurman. En het andere is een theater op veel kleinere schaal die niet past bij de ambitie die er ligt bij de speeldoos. En gaan we rechtstreeks in tegen de wensen van de speeldoos. Volgens mij slaat dat allebei niet aan met de ontwikkelingen die de speeldoos en de bibliotheek voor zich zien. En is het dus niet realistisch om dat in te zetten, voorzitter? Dank u wel. Ik geef tot slot met dit punt het woord aan de heer Schouten. Want ik heb altijd geleerd dat zodra we in herhaling beginnen te vallen, het tijd wordt voor een nieuw onderwerp. Meneer Schouten. Ja, toch een herhaling. Want wij hebben aangegeven dat het niet per se nieuwbouw hoeft te zijn, het ook anders kan zijn. En de voorbeelden die de heer Eibaert noemt, hebben wij niet genoemd. En ik neem aan dat hij ons bedoelt met de tegenstanders. Dat hebben we niet vernoemd. Alleen wat ook duidelijk is en wat mevrouw Van Otten ook heel duidelijk zegt, is inderdaad, de alternatieven zijn niet voldoende onderzocht. En in ieder geval, wij hebben het niet gezien. Meneer Koudstaal van de Bob. Ja, dank u, voorzitter. Er wordt steeds gesproken door mijn buurvrouw aan linkerzijde, voor de kijkers rechts, en door de heer Van Voorbaren, de heer Schouten, over alternatieven. En daar hoor je binnen, om het zo maar even te zeggen, de samenleving ook. Maar wat zijn die alternatieven dan? Het is mooi zo gezegd, hè? We hebben een alternatief zus en een beetje klein of een beetje groter, maar iets concreets. Het hoeft niet oud te zijn, het hoeft niet nieuw te zijn. Moet het er dan iets tussenin zijn of zo? Of denkt u aan een winkelpand waar een theater in gebouwd kan worden? Kom eens met iets concreets. Ik heb in de afgelopen jaren, ik heb het in mijn inleiding gezegd, met een aantal mensen in Banen gesproken. Ook mensen die genoemd worden om de denktank te gaan vullen. En die hebben inderdaad een aantal prachtige alternatieven aangeboden. Maar nooit onderbouwd.
terwijl ik er nadrukkelijk om heb gevraagd, nooit onderbouwd met een financiële of een echt ruimtelijke onderbouwing. Dus we kunnen nu wel makkelijk praten over, ja, alternatieve onderzoeken, pas op de plaats. Ik weet niet of dat nu al komt of dat dat straks komt, maar dan alvast een voorschotje. Ja, niks pas op de plaats. We hebben in juni 2017 een besluit genomen en nu wordt daar een krediet voor gevraagd. En wat mij betreft gaat dat door. En als er alternatieven komen, ja, het kost alleen maar weer ongelooflijk veel geld. Al die bureaus die dat moeten op gaan onderzoeken en onderschrijven. Dat kost, ik weet, laten we gewoon beginnen. Dank u. Dank u wel, meneer Koudstaal. Ik wou uw hulpvaardige bruggetje naar het onderwerp pas op de plaats inderdaad maar even aangrijpen. Of dat ook terecht is, dat weet ik niet. Want mevrouw Van Otten heeft dat punt ingebracht. Dus wilt u dat toelichten, mevrouw Van Otten, GroenLinks. Ja, dank u, voorzitter. Ja, het sluit heel goed aan, inderdaad. Want de reden dat wij vragen om een pas op de plaats is dat in 2017 er op een achterkant van een bierveeltje is uitgerekend dat de verplaatsing van een speeldoos naar het centrum, nou ja, ongeveer 10 miljoen zou kosten. Maar er is nooit een echt scenario uitgewerkt. De heer Koudstaal refereert er ook al aan. Er zijn allerlei alternatieven genoemd, maar het is nooit uitgewerkt. Er is geen maatschappelijke kostenbatenanalyse gedaan. En wij zouden dat graag alsnog zien. Maar dat betekent wel dat we nu even op de pauzeknop moeten drukken en de tijd moeten nemen voor deze doorrekening. We zien dat het draagvlak onder de Baarnaars niet heel groot is voor dit voorstel wat nu voor ligt. En ik denk dat het ook daarom goed is om even de tijd daarvoor te nemen. En als het gaat over wat voor theater dan? Ja, ik heb daar niet de expertise voor, maar daar zijn genoeg mensen die dat wel hebben. Maar wat ik wel altijd begrepen heb, is dat zei ik vorige week ook al, dat de theaterzaal, waar we dus niks aan gaan veranderen in dit voorstel, misschien wel past bij de maat van Baren, maar niet past bij de vraag naar zalen. Dus te klein voor de grote voorstellingen en te groot voor de kleine, intieme voorstellingen. En dat is ook een van de dingen die ik graag zou willen meenemen in een alternatief scenario waar we dus extra tijd voor nodig hebben om dat uit te werken en door te rekenen. En dan niet alleen maar financieel, maar ook kijken wat het voor maatschappelijk effect heeft. U wilt een reactie op de suggestie, laten we even een pas op de plaats maken en een aantal zaken nog eens goed onderzoeken. Wie wil erop reageren? Meneer Van der Meij. Pas op de plaats betekent, wat de heer Koudstaal al zei, onderzoeken kosten geld. En ik stel voor dat we dat geld alvast reserveren mochten we een overschrijding hebben. Dan hebben we dat alvast binnen. En vervolgens vraag ik me af waar de draai van GroenLinks ineens vandaan komt. Want die hebben volmondig in 2017 hiervoor gestemd. Alle partijen die er nog zijn, die hebben voorgestemd toen de tijd. Ik heb het speciaal nagekeken. En degene die tegengestemd hebben, die partijen bestaan niet meer. Dus dan heeft de hele raad voorgestemd. Oh, nu is er iets bijzonders. Toen voor Baren opgericht wordt, toen werd er gesproken over een nieuwe lokale partij. Dus ik mag toch aannemen dat de oude partijen dan niet meer bestaan. Maar schijnbaar is dat niet zo. Het toen heette we al voor Baren. Laten we even. Ik word flauw. Ja, dat wilde ik eerlijk gezegd zeggen. Voorzitter, ik laat het er nu over. Dank u wel. Nee, want ik wilde namelijk even terug naar het punt wat mevrouw Van Otten maakt en daar een reactie op hebben van mensen. U mag even kort reageren, meneer Van der Meij. Daarna gaan we verder met uw eigen vraag. Nou ja, kijk, voor toch eventjes om het door de microfoon te zeggen en niet alleen maar nee te schudden, want dat zien mensen thuis niet. Het feit, de suggestie dat wij volmondig voor hebben gestemd, dat is niet zo. We hebben een heleboel aarzelingen gehad en we hebben toen, omdat de hele raad zei van nou, dit is de enige optie, hebben we gezegd, ja, we gaan niet dwars liggen. We vinden het behoud van het theater en de speeldoos en de bibliotheek vinden we heel belangrijk. Dus we hebben ingestemd met het verder uitwerken van het plan, maar dat wil niet zeggen dat we nu dan ook volmondig in moeten stemmen met de uitvoer van het plan. We hebben daar in een stemverklaring ook duidelijk gezegd dat wij nog steeds onze twijfels hebben en dat wij nog steeds voor een locatie in het centrum zijn. Dat hebben we in 2007 heel duidelijk gezegd. Ik denk dat het niet zinvol is om nu de stemverklaringen over 2017 nog eens een keertje uit te leggen. Het gaat de vraag die nu voor ligt, hoe wordt gedacht door de Raad over uitstel en nader onderzoek?
Meneer Eibaert. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, op dat punt reagerend, wat ons betreft niet. Ik denk dat wij heel erg duidelijk geweest zijn. Maar ik wil toch nog wel heel even terug naar GroenLinks. Want waarom hebben zij dan in 2017 niet gepleit voor een pas op de plaats en daar gevraagd om een extra onderzoek en daar die onderzoeken te ondersteunen en eigenlijk misschien wel de bibliotheek en de speeldoos valse hoop gegeven hebben door toen voor het voorstel te stemmen en niet expliciet tegen te zijn? En dan vind ik groepsdruk nou niet helemaal het juiste argument. Wilt u daarop reageren, mevrouw Van Olten? Mag, hoeft niet. Ja, toen niet gevraagd om pas. Wij hebben in 2016, toen het. Het voorstel. Ja, ik weet niet of het heel zinvol is. In 2016 is besloten om het voorstel van de agenda te halen, waardoor wij niet in de gelegenheid zijn gesteld om onze argumenten in te brengen. En dat heb ik toen al, vond ik toen al jammer. Maar goed, we hebben toen uitgebreid geprobeerd om toch nog te zeggen waar we wel voor zijn. Maar lijkt me niet zinvol om deze discussie nu te voeren. Ik stel voor dat we teruggaan naar 2019 en verder. En daarmee weer even terug naar de vraag die voorlag. Hoe denken wij over uitstel en nader onderzoek? Meneer Eibaert. Ja, dank u wel, voorzitter. Om dan nog maar even te halen. We zijn nu in 2019. We zijn 2 tot 3 jaar verder. Ook in de planontwikkeling zijn we 2 tot 3 jaar verder. En getuigt het niet heel erg van goed bestuur als je nu op dit moment zegt, we moeten hier een pas op de plaats maken en gaat allemaal maar even overnieuw doen. Zonder dat je daar dan nu ook op dit moment niet een alternatief voor hebt. Want het is eigenlijk weer gewoon herhaling van zetten. We zeggen op dit moment zeggen een aantal fracties, we willen dit nu niet. Zonder concreet alternatief of denkrichting te komen. En daar helpen we zowel de speeldoos als de bibliotheek niet mee. En dat vind ik niet getuigen van goed bestuur, voorzitter. Meneer Schouten van Voorbaar. Dank u wel, voorzitter. In het vorige punt is al duidelijk aangegeven, het zoeken naar alternatieven, dat is niet gedaan. En voor concrete alternatieven, ja, die expertise hebben wij dan ook niet. Reagerend op de vraag die neergelegd is door mevrouw Van Otten, ik denk dat een pas op de plaats zeer wenselijk is, mede gezien ook de grote roep van heel veel organisaties, inwoners en winkeliersorganisatie onder andere, om eventjes te kijken wat dan nog mogelijk is. Dus wij zullen, als er iets komt, dat zeker steunen. Uw punt draagvlak heb ik nog genoteerd staan, daar komen we nog op. Anderen die willen reageren op de oproep van mevrouw Van Otten? Zo niet, dan maken we nu de overstap naar het punt draagvlak. Meneer Schouten, voorbaren. Dank u wel, voorzitter. Het beste voor bijna het laatste bewaar, denk ik. Draagvlak. Misschien wel het allerbelangrijkste argument en eigenlijk hoeven we weinig woorden aan vuil te maken. Maar toch gaan we dat doen. Kijkt u eens rustig om u heen. U ziet vertegenwoordigers van de winkelierscoöperatie, een delegatie van Mooi Baren en andere organisatie. Maar bovenal een groot aantal inwoners. 1900 handtekeningen zijn opgehaald. Niet alleen via een makkelijke weg zoals een poll op Facebook, maar ook door het uitknippen en inleveren van een bon uit de Baarse krant. Vanuit alle richtingen komt weerstand. Of dat nou ome Jan van 89 is, mevrouw Boonakker van 80, of die jonge moeder of vader die graag met kind naar de bibliotheek in het centrum gaat, het zijn er vele. Daarnaast is de weerstand van de bewoners in de Schilderswijk vooral gebaseerd op het parkeerprobleem. Dat is van alle dag. En dat weet ik als oud bewoner van die wijk als geen ander. Het huidige probleem los je dus ook niet 1, 2, 3 op. Maar een extra parkeerprobleem toevoegen is wel wat veel van het goede. Net zozeer als het weghalen van de o zo belangrijke voetstappen uit het centrum. Wij als voorbaren hebben werkelijk niemand gesproken die het voorliggende plan een goed idee vinden. En ik denk dat er als politiek om serieus genomen wil worden, juist op het draagvlak moet gaan kijken. En de vraag aan de raadsleden hier. Wie wil daarop reageren? Mevrouw Van Otten, GroenLinks. Ja, dank u, voorzitter. Dat is precies het punt waarom ik nu me steviger uitspreek wellicht dan in 2017. En ik denk dat het draagvlak heel belangrijk is en dat het ook die 1900 handtekeningen, dat het ook rechtvaardigt om die pas op de plaats te maken. En dat draagvlak is belangrijk. Meneer Koudstaal, Bob.
Ja, ik wil even inhaken op een element uit de inbreng van de heer Schouten. En dat ging over de communicatie met de omwonenden, het parkeerprobleem. Daar is vorige week ook over gesproken tijdens de informatieraad. Een van de omwonenden, direct omwonenden uit Jan Steenlaan, gaf aan... ik heb helemaal geen uitnodiging gehad van het college... om over de plannen te praten vooraf, in het beginstadium. En wij zijn daar altijd als raad zitten we eigenlijk altijd bovenop. Als er een particulier een project moet indienen, dan is de eerste vraag hier... heeft u gesproken met de omwonenden en dan vanaf het begin. Ik ga niet pleiten voor een uitstel of voor afstel, maar dat heb ik al in de eerdere inbreng vanavond duidelijk gemaakt. Maar ik zou wel de wethouder ernstig mee willen geven. En misschien kan hij ik wil niet zeggen opdracht, maar die suggestie meekrijgen van de hele raad, om nog eens in gesprek te gaan met de direct omwonenden, om die parkeerproblematiek echt uit te spreken en te kijken of er samen met die omwonenden een oplossing voor dat probleem kan worden gevonden. Ik heb het zo bedacht, maar laat dat ontstaan uit het gesprek dat binnenkort hopelijk gaat plaatsvinden. Ik hoor daar graag een reactie op van de overige leden van de raad of zij het met me eens zijn in deze oproep. En misschien kan de wethouder dan niet alleen knikken, maar ook even in de microfoon zeggen ja, want dan staat het maar genotuleerd. Dank u wel, voorzitter. Nou, laat het voorzitter maar aan mij over. Meneer Van Ommen van Voorbaren. Ik hoor de heer Koudstaal zeggen dat hij wel rekening wil houden met omwonenden over parkeeroverlast, maar niet met 1900 mensen die protest indienen tegen dit hele plan. Meneer Koudstaal. Ja, als dat het debat wordt vanavond. Ik heb wel mensen gesproken die zeggen het een goed plan te vinden. En ik denk, als ik een krant achter me heb staan, die komt met een oproep van willen de voorstanders van het samenbrengen van de bibliotheek en de speeldoos zich melden, omdat dat de enige mogelijkheid is om beide instellingen in leven te houden. Ja, zou ik ook wel op een aantal handtekeningen kunnen uitkomen. Het is al eerder gezegd. Wij zijn een representatieve democratie. Ik weet als gemeenteraadslid, ken ik mijn taak. Ik weet dat ik te luisteren heb naar de bevolking, maar ik heb ook een afweging te maken. En deze afweging is gebaseerd op het voortbestaan van twee instellingen die wij dolgraag willen behouden in deze veranderende samenleving. En de bibliotheek van vroeger, we hebben eerdere discussies gehad over de functie van de bibliotheek in de samenleving. De functie van de bibliotheek is veranderd. We zijn op weg naar een nieuwe bibliotheek. En dat kan niet anders in onze optiek dan samen in één gebouw met de speeldoos, met alle extra faciliteiten. En een nieuw theater bouwen in het centrum is echt utopisch. Niet alleen megalomaan, maar het is een fantasie die je nooit waar kan maken, want het kost je echt klauwen voor met geld. En dat kunnen wij gewoon niet opbrengen met elkaar. En de suggestie oproepen van, als we nou even schorsen, 6 maanden... en dan gaan we allemaal alternatieven uitwerken, en dan komt er wel zoiets uit, daar doe ik niet aan mee. Dank u. Ja, op het risico af dat we alle discussiepunten weer opnieuw gaan doen. De vraag was hoe gedacht wordt over het draagvlak. Iemand die daar nog op wil reageren. Meneer Van der Meij, VVD. Natuurlijk maak je als raadslid, zeker als fractie, kijk je naar het draagvlak. En de heer Koudstaal memoreert dat. En er wordt op een bepaalde manier georganiseerd als mensen er niet mee eens zijn. Maar toch blijven wij als raad verantwoordelijk voor een afweging voor de langere termijn. En dat is wat uitstekend door mijn buurvrouw verwoord is. De VVD-fractie kijkt vooral naar de langere termijn. En in onze visie is dat de kapitaallasten erg belangrijk zijn. Het moet betaalbaar blijven. We hebben al zoveel stadse voorzieningen in ons geweldige dorp. Ik zal het maar weer memoreren. Ik ben er echt trots op. Dank u wel, meneer Van der Meij. Anderen die nog willen reageren? Dan hebben we nog één punt overstaande. Punt wat later door de heer Koudstaal ingebracht was over frontaal kunst. Meneer Koudstaal. Ja, ik ga even een klein beetje inleiden. We hebben het over frontaal kunst. Dat is een dagopvang voor mensen met een verstandelijke beperking of een psychische problematiek. En die houden zich bezig daar met het produceren van kunst. Onder leiding van twee fantastische werkkrachten. Ik denk dat we in Baren blij mogen zijn met een instelling als frontaal kunst. Frontaal kunst is gevestigd in het pand Poorthuis. Daar hebben ze een ruimte en een aantal maanden geleden ook wat extra ruimte gekregen om daar activiteiten te ontplooien. En toen de plannen bekend werden van de speeldoos en de mogelijke en het opheffen van het poorthuis, de sloop die daar over 2 jaar te verwachten is, heeft
is Frontaalkunst ervan uitgegaan dat zij een plek zouden krijgen in die nieuwe locatie, samen met een aantal andere gebruikers van de Poortstraat. Hoe anders is de praktijk? De wethouder zegt, ja, we denken erover en we doen dit en we zo. Nou, er is al over nagedacht. Er is al over overlegd, behalve met Frontaalkunst. Frontaalkunst heeft een dictaat opgelegd gekregen. Gij zult per 1 juli 2019 lokalen moeten anderhalf lokaal ongeveer, moeten inleveren. En voor u is straks in de Hoofdstraat geen plaats, omdat u, en ik citeer echt een ambtenaar van de gemeente, omdat u geen sociaal-culturele instelling bent. Nou, sorry, als er één instelling in Baren sociaal-cultureel genoemd kan worden, dan is het wel de zorginstelling Frontaalkunst. Die doen fantastisch werk, alom gewaardeerd. Jarenlang was het een van de publiektrekkers op de culturele markt. Tentoonstellingen in Paleis Soestdijk en elders in het land. Het is uit een instelling, ik word een beetje emotioneel, maar het is een instelling die we moeten koesteren in ons dorp. En als zo'n instelling dan, waarvan de wethouder zegt, ja, we hebben overleg en eigenlijk houdt het nog een beetje over, te horen krijgt van een ambtenaar, ja, als u geen ruimte vindt in Baren, dan gaat u toch naar Soest? Nou, dat vind ik echt onbegrijpelijk. Zeker in deze participatiemaatschappij waarin, ik zie een vinger van, maar ik ga... Meneer Koudstaal, wilt u, het gaat erover om een debatpunt in te brengen. Okay. Wilt u daarom uw betoog is afronden en uw debatpunt okay inbrengen? Ik heb mijn verhaal over Frontaalkunst duidelijk gemaakt. Mijn debatpunt is, bent u overige raadsfracties met mij van mening dat Frontaalkunst intact moet blijven tot er een einde komt aan het gebruik van het poorthuis, dus geen ruimte inleveren? En bent u met mij van mening dat Frontaalkunst een plek verdient in de Hoofdstraat? Dat is het punt. Reactie door de heer Jonkers, D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Frontaalkunst vind ik een fantastische organisatie. Wat ze doen voor deze mensen en de creativiteit. Ik ben het volledig met u eens. Het is een sociaal-cultureel geheel organisatie. Moeten we alles aan doen om dat te houden? En die moeten ook een plek krijgen. En dat is mijn antwoord op uw vraag. Meneer Van der Meij, VVD. Dank u wel voor... Dank u wel voor uw uitleg. Ook wij als fractie zijn daar uitgebreid geïnformeerd al een paar jaar geleden. Het is een uitstekende instelling. Ik luister wel even goed dat ze even wat meer ruimte hebben gekregen als wat wij toen gezien hebben. Toen hadden ze twee lokalen. Misschien hebben ze nu iets meer, dat weet ik niet. Ik snap de afweging. Het zijn mensen in de omgeving die hebben in ieder geval daglicht nodig. En het gebouw van de... Van de oude bibliotheek, dat zou een probleempje kunnen zijn, maar wij als fractie vinden, en dat spreken we nu uit, dat het college of de wethouder zijn uiterste best moet doen om die mensen goed onder te brengen. Wij staan daar volledig achter. Meneer Schouten, Voorbaar. Dank u wel, voorzitter. Er komt niet veel voor, maar ik denk dat we als fractie van Voorbaren de Bob volledig hierin steunen, want dit moet absoluut in stand blijven en hier moet zeer zorgvuldig mee omgegaan worden en ook niet even een half lokaaltje eraf. Die mensen hebben gebruik gemaakt van lokalen die van ellende bijna in elkaar vallen. En dat hebben ze met veel liefde en in toewijding gedaan. Meneer Eibaard, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een gloedvol betoog van de heer Koudstaal. Wij kunnen dat volledig onderschrijven. En ik zou misschien de oproep willen doen aan de heer Koudstaal. Ja, we kunnen het antwoord van de wethouder afwachten. Maar wat mij betreft dienen we een motie of amendement in tijdens de besluitraad, waarin we deze wensen heel duidelijk en expliciet kenbaar maken, zodat het ook aan de gang kan en dat het signaal maar extra duidelijk is, denk ik zo. Ja, dames en heren, ik wil u even wijzen op uw eigen reglement. En dat is dat we beginnen met een vragenronde aan de wethouder. Daar is het notabene ook over Frontaalkunst gegaan. Dus we gaan dat niet nu nog een keertje herhalen. Ons eigen reglement. Meneer Koudstaal. Ja, dan kan ik nu graag of aankondigen dat wij zullen komen met een motie. Want een abonnement op een kredietverlening past eigenlijk niet. We komen met een motie waarin we aangeven dat Frontaalkunst gebruik kan blijven maken van de huidige bezetting van het poorthuis. En straks een plek krijgt, dat er in ieder geval goed overleg wordt gevoerd om te bezien of het zinnig is een plek te verlenen in de Hoofdstraat. En ja, ik vind het fijn dat ik nu alvast de toezegging heb van de Raad dat ze dan zo'n motie zullen steunen. Want dat geeft mij ook de gelegenheid om contact op te nemen met Frontaalkunst. Want die zitten nu al ongelooflijk in een soort uitstelgevecht met een makelaar om andere
veel duurdere locatie te krijgen. En dat zeer tegen hun zin en ook zeer tegen hun zin van u, tegen uw de punt zin is duidelijk dat gebruikers. We vallen in herhaling. U komt met een motie. En u gaat het melden aan... Dat is een mooie samenvatting. Ja, dat, het kan ook wel korter. Meneer Jonkers, D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Toch nog graag één opmerking daarvoor. Er wordt nu wel vanuit gegaan dat deze mensen geen plek meer terug gaan krijgen... Als ze weg moeten uit het poorthuis. En ik ken de wethouder een beetje en ik kan me dat eerlijk gezegd niet heel goed voorstellen. Dank u wel. Er komt een motie. Bij die motie is er allerlei gelegenheid... Ja, ik zie u. Bij die motie is er allerlei gelegenheid om daar uitvoeriger op in te gaan. Heeft u nog een nieuwe opmerking hierover, meneer Koutsa? Ik wil even reageren op de uitspraak van de heer Jonkers, die zijn wethouder beschermt. Ik kan me dat ook voorstellen. Ik denk dat de wethouder misschien niet eens van weet. Maar de mensen van het poorthuis hebben brieven in huis, waarin de stelling van het gemeente is vastgelegd. Daar hebben ze schriftelijk op gereageerd, door niet alleen de ambtenaar terug te sturen, maar ook de betrokken... En nu grijp ik toch even in. Ook de betrokken wethouders die daar weer niet op gereageerd hebben. U begint hier betoog weer opnieuw en ik zet daar een punt achter. Met dank voor uw inbreng. Het is goed gebruik dat de inspreker bij het debat aan het eind van het debat nog even kort het woord krijgt. Dus ik wou mevrouw Hoekveld vragen of u daar nog gebruik van wilt maken. Ja, dan wel bij de microfoon. Dan wordt u letterlijk en figuurlijk gehoord. Oh ja, nou, hij staat aan? Mevrouw Hoekveld. Ja, oké. Nou ja, wat ik wil zeggen is dat ik heb het allemaal aangehoord. En het is natuurlijk altijd, ik loop gauw rood aan. Dus dan, dat deed ik af en toe eventjes. En waarom doe ik dat? Omdat steeds opnieuw weer, en dat moet ik echt constateren, u het verband niet ziet... Gewoon tussen de voorspoed van het centrum. En dat het centrum, dat is voor heel Baren. Dat is niet voor de winkeliers. En dat zou ik eigenlijk even tegen meneer Eibaard willen zeggen. De coöperatie is een organisatie van winkeliers en centrumondernemers. En de centrumondernemers met elkaar hebben dus gezegd tegen elkaar... het is goed voor de winkeliers als er het centrum in de transitie komt. Want daar hebben ze baat bij. En winkeliers, u moet het vergeten dat aanjagers zijn. Winkeliers zijn geen aanjagers meer in deze tijd. Dat is veranderd. Dus het moet anders. Ik denk dat mevrouw Otte het goed verwoord heeft. Het gaat omdat dat ook in dat staat ook in uw eigen amendement van 2017 of 16. Het was december 2016, januari 2017. Het is jammer. Aldoor heb ik gedacht van was het nou maar inderdaad, had die werkgroep maar in het leven geroepen, geïnstalleerd geworden, dan had deze discussie hier vanavond echt anders gegaan. Echt anders gegaan, omdat je dan anders tegen het probleem aankijkt. Is niet gebeurd en dat is heel jammer. Dat wil niet zeggen dat het al te laat is. Ik heb heel lang, ik ben een poosje uit geweest. Ik dacht, ga lekker aan Matthäus werken, want dat vind ik veel leuker dan aan dat malle centrum. Mevrouw Hoekveld, kort graag. Wat ik wil zeggen is, ik heb lang gedacht, ik geef het op. Een dood paard is een dood paard, dat centrum zakt wel in. Maar u hebt gekozen voor een levendig centrum. U heeft het gekozen in twee jaar geleden. En u heeft dus... En dan zegt dus de wethouder, we hebben heel veel gedaan. Maar terecht, het is niet in samenhang gebeurd. Er had gewoon een groep mensen bij elkaar moeten zitten. Elke twee weken vergaderen en dingen uitvinden. Dat is niet gebeurd. En elke keer als ik u nu eens nou hoor praten, het gaat weer over de bibliotheek en de speeldoos. Het ging ons om de samenhang. Waar dan ook. Wij komen niet aan de samenhang, maar we vragen alleen maar, is de plek goed? En hebben de beide organisaties, zowel het centrum als ding, als een gebied met waar leven is, en de speeldoos en de bibliotheek, hebben die wel baat bij het uit elkaar trekken van beider belangen. Nou, dat hoor ik niet, komt ook niet terug in het debat, kan ik u ook niet kwalijk nemen, want u hoort het ook voor het eerst. Maar het is wel een dingetje dus, waar u eigenlijk heel erg rekening mee moet houden, dat die samenhang er is. En u breekt hem in tweeën. En dan is het maar de vraag, en dat is echt een vraag, of dan niet beide ten gronde gaan. Dat bedoel ik, want dat is het scenario wat niemand wil. Dat herhaal ik nog maar eventjes. Maar het zou maar zo kunnen gebeuren, omdat we niks doen aan het centrum. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Hoekveld. Dank u wel, mevrouw Hoekveld.
We gaan dit agendapunt afsluiten en vervolgens even een korte pauze houden voor de mensen die weg willen, naar het toilet moeten, wat dan ook. Ik wil u in ieder geval hartelijk bedanken voor de discipline die u heeft kunnen opbrengen hiervoor. We gaan 5 minuten schorsen.